Al eerder hebben we te maken gekregen met logaritmische vergelijkingen. Bijvoorbeeld de vergelijking 2 log x is 3. Om deze vergelijking op te lossen, bedenk je dat logaritmes alles te maken hebben met machten. We zeggen ook wel, een logaritme is een exponent. Een exponent van een macht met grondtal 2. Een logaritme is een exponent, wat dus betekent dat die 3 de exponent is. En de waarde van die macht die staat tussen de haakjes. Ofwel x is dus de waarde van de macht. Wat dus betekent dat de oplossing van deze vergelijking gelijk is aan x is 2 tot de macht 3, ofwel x is 8. Dus x is 8 is een oplossing van deze vergelijking. Algemeen kunnen we zeggen dat een vergelijking van de vorm g log a is b, dat daarvoor geldt dat a gelijk is aan g tot de macht b. Maar hoe los je nu een vergelijking op waar meerdere logaritmes in voorkomen? Bijvoorbeeld, de volgende vergelijking: 3 log x plus 3 log 7 is 4. Of 5 log 3x plus 5 log 2 is gelijk aan 5 log x plus 2. Hoe los je dit soort vergelijkingen algebraisch op? Vandaar dat we het in deze video wederom gaan hebben over logaritmische vergelijkingen. Voor het oplossen van logaritmische vergelijkingen is het handig om gebruik te maken van de rekenregels voor logaritmen. Had je namelijk een som van twee logaritmen met gelijk grondtal, dan is dit gelijk aan de logaritme met datzelfde grondtal van die vermenigvuldiging van die twee waarden tussen de haakjes. Ofwel g log a plus g log b is g log a b. Je kunt het ook onthouden door te bedenken dat een logaritme een exponent is. En wanneer we exponenten optellen, dan vermenigvuldigen we de machten. Want machten vermenigvuldigen is exponenten optellen. En omdat de macht tussen die haakjes staat, krijg je dus bij het optellen van twee exponenten, dat je die machten tussen de haakjes dus vermenigvuldigt. Zo kun je ook een verschil berekenen van twee logaritmen. g log a min g log b geeft g log a gedeeld door b. Bedenk ook hier weer bij, een logaritme is een exponent, en twee exponenten trek je van elkaar af wanneer je die machten tussen de haakjes op elkaar deelt. Daarnaast is er ook nog de volgende rekenregel. Wanneer je een logaritme vermenigvuldigt met een factor, dan mag je deze factor ook binnen de logaritme halen. En dan krijg je g log a tot de macht n. En de laatste rekenregel, wil je g log a over laten gaan op een logaritme met grondtal 10, dan deel je log a door log g. Gegeven nogmaals, één van die twee vergelijkingen waar we de video mee begonnen. 3 log x plus 3 log 7 is gelijk aan 4. Met als opdracht los algebra op. Hoe kunnen we deze vergelijking oplossen? Hierbij kunnen we gebruik maken van die rekenregels voor logaritmen. Want in het linkerlid staat een som van twee logaritmen met gelijk grondtal. Deze kunnen we dus samen nemen door gebruik te maken van die regel g log a plus g log b is g log ab. En dat geeft dat dit gelijk is aan 3 log 7x is gelijk aan 4. En deze vorm die kennen we. Hierbij is de oplossing als volgt. Namelijk tussen de haakjes staat de waarde van de macht 7x. En dat is gelijk aan een macht met grondtal 3 en exponent 4. Hierbij kunnen we ook zeggen dat 3 tot de 4 natuurlijk gelijk is aan 81, ofwel direct opschrijven dat dit gelijk is aan 81. Nou, 7x is 81, kunnen we oplossen door links rechts te gaan delen door die factor voor de x, ofwel delen door 7. En dat geeft x is 81 7. en hierbij kunnen we nog hele eruit halen, en dat geeft 11 4, 7. En hiermee is de logaritmische vergelijking algebraisch opgelost. We bekijken nogmaals die vergelijking 3 log x plus 3 log 7 is 4. Deze vergelijking hadden we ook nog op een andere manier kunnen oplossen, namelijk als volgt. Het linkerlid kunnen we inderdaad nog steeds samennemen tot 3 log 7x. Maar nu kunnen we het rechterlid, die 4, ook schrijven als een logaritme. Een logaritme met grondtal 3. Hierbij bedenk je dat dus die 4 een exponent is. Exponent, 4, grondtal 3, ofwel dit is gelijk aan 3 log, en dan de waarde van de macht, 3 tot de 4e. Waarbij we 3 tot de 4e ook gelijk mogen schrijven als 81. Nu hebben we twee logaritmen die aan elkaar gelijk zijn. Twee logaritmen met gelijk grondtal. In dat geval mogen we zeggen dat de waarden tussen de haakjes ook gelijk zijn aan elkaar, dus 7x is gelijk aan 81. Wat de volgende vergelijking geeft, net zoals net, 7x is 81. En werken we dit verder uit, dan krijgen we ook weer x is 81 zevende, ofwel 11 4, /7. Je ziet dat we hier dus naar een andere tussenstap toewerken. Een tussenstap van de volgende vorm. G log a is g log b. Twee logaritmen met gelijk grondtal die aan elkaar gelijk zijn. En dit is een andere methode om logaritmische vergelijkingen op te lossen. Is een vergelijking dus van de vorm g log a is g log b, dan geeft dit a is gelijk aan b. Gegeven de tweede vergelijking waar we die video mee begonnen: 5 log 3x plus 5 log 2 is gelijk aan 5 log x plus 2. Met als opdracht: los algebra is op. Nou, hoe ga je hier te werk? Je kunt hier weer gebruik maken van die rekenregels voor logaritmen. Namelijk dat linkerlid kunnen we samen nemen. En dan krijgen we 5 log 3x keer 2, ofwel 6x, is gelijk aan 5 log x plus 2. Je ziet dat je in dit geval te maken hebt met dat twee logaritmen aan elkaar gelijk zijn. Beide met grondtal 5. Wat dus betekent dat we mogen zeggen dat 6x gelijk is aan x plus 2. En dit geeft de vergelijking 6x is x plus 2. Nou, dit kunnen we verder oplossen door links en rechts er x vanaf te halen en dat geeft 5x is 2. En vervolgens te delen door de factor voor de x of wel delen door 5 en dat geeft dat x gelijk is aan 2 vijfde. En hiermee is de vergelijking algebraisch opgelost. We bekijken nogmaals die laatste vergelijking met zijn uitwerking en die gevonden waarde van x. x is 2 vijfde. x is 2 vijfde is een oplossing van die oorspronkelijke vergelijking. Maar niet voor elke logaritmische vergelijking is de gevonden waarde van x een oplossing. En om dit te vergelijken bekijken we de volgende vergelijking, die vrijwel identiek is aan de eerste. Het enige verschil zit hem op het eind. In plaats van x plus 2 staat er x min 2. Dan werken we deze vergelijking uit, dan krijgen we door het linkerlid samen te nemen, 5 log 6x is gelijk aan het rechterlid, nemen we gewoon over. Twee logaritmen met gelijk grondtal, ofwel 6x is gelijk aan x min 2. En dit geeft 5x is min 2, ofwel x is min 2 vijfde. In tegenstelling tot de eerste vergelijking is bij de tweede vergelijking de gevonden waarde van x geen oplossing van de oorspronkelijke vergelijking. Vandaar dat je bij logaritmische vergelijkingen de gevonden waarde moet controleren. Maar waar let je bij dat controleren dan op? Want waarom is x is min 2 vijfde dan geen oplossing? Hiervoor bekijken we de volgende uitdrukking: g log a is b. Hierbij is g het grondtal. B is de exponent en a is de waarde van die macht, waarbij a gelijk is aan g tot de macht b. Omdat g groter is dan 0 en ongelijk is aan 1, en de exponent elke mogelijke waarde mag hebben, betekent dit dat g tot de macht b altijd groter is dan 0. Wat betekent dat a, die waarde die tussen de haakjes staat bij een logaritme, altijd groter moet zijn dan 0. Vandaar dat we moeten controleren of voor de gevonden waarde van x dat ook daadwerkelijk het geval is. Is elk stuk tussen de haakjes bij een logaritme groter dan 0? We kijken daarom nogmaals naar die twee vergelijkingen en gaan controleren waarom dan de een wel en de ander niet een oplossing is. Vullen we x is 2 vijfde in in die oorspronkelijke vergelijking, dan zien we dat 3x, het eerste stuk tussen de haakjes, krijg je 3 keer 2 vijfde. En dit is groter dan 0. Zo ook x plus 2 ofwel 2 vijfde plus 2. Dit is groter dan 0. Vandaar dat x is 2 vijfde een oplossing is van die oorspronkelijke vergelijking, ofwel x is 2 vijfde voldoet. Kijken we nu naar de tweede vergelijking met de gevonden waarde van x van min 2 vijfde. En vullen we deze in in de oorspronkelijke vergelijking, dan krijg je 3 keer x ofwel 3 keer min 2 vijfde. En dit is kleiner dan 0. Wat dus betekent dat x is min 2 vijfde niet voldoet aan die oorspronkelijke vergelijking. Dit is dus geen oplossing van de oorspronkelijke vergelijking. Je kunt ook nog invullen in x min 2, maar één waarde is al voldoende om te zeggen dat deze waarde geen oplossing is van de oorspronkelijke vergelijking. Kortom, de eerste vergelijking heeft een oplossing en de tweede vergelijking heeft geen oplossing. Laten we hier nog even een voorbeeld mee bekijken. Gegeven de vergelijking 2 log x min 1 is 3 min 2 log x min 3 met als opdracht los algebraisch op. Nou, we hebben dus een vergelijking met twee logaritmes met gelijk grondtal. Die kunnen we samen nemen, maar dan moeten ze wel allebei in hetzelfde lid staan. We beginnen dus daarom allereerst om 2 log x min 3 naar het linker lid te brengen. En dan krijgen we 2 log x min 1 plus 2 log x min 3 en dat is gelijk aan 3. En nu hebben we een som van twee logaritmes met gelijk grondtal. Kunnen we dus gaan schrijven als 2 log en dan tussen de haakjes het product van x-1 en x-3. En daar zetten we natuurlijk ook weer haakjes omheen. Dus tussen haakjes x-1 keer tussen haakjes x-3. En dat is gelijk aan 3. Kijk, dus, het ziet dus goed dat ook het geheel, dat hele product, zit ook weer tussen haakjes Want je neemt de logaritme van dat hele product. Zou je die haakjes weglaten, dan neem je alleen maar de logaritme van dat eerste stuk, x-1. En dan de logaritme nog een keer in zijn geheel keer x-3. Dus zet haakjes om dat hele product. De volgende stap wat we kunnen doen is die haakjes uitwerken. En dan krijgen we 2 log, en tussen haakjes x straat Min 3x min x wordt min 4x. En dan nog plus 3. En dat is gelijk aan 3. Nou, dit kunnen we nu gaan omschrijven. Want. Tussen daar, ik zet de waarde van de macht, x-straat min 4x plus 3, en dat is gelijk aan de macht met grondtal 2 en exponent 3, ofwel 2 tot de macht 3. En hiervoor mogen we ook gelijk schrijven dat dit gelijk is aan 8. Een kwadratische vergelijking, hierbij maken we het rechterlid allereerst 0, dus links en rechts min 8, krijgen we x-straat min 4x min 5 is 0. En nu kunnen we het linkerlid gaan ontbinden in factoren, namelijk x plus 1 keer x min 5. En dat is gelijk aan 0 en dat geeft x is min 1, of x is 5. Nou, de vraag is of deze gevonden waarden van x ook daadwerkelijk oplossing zijn van die oorspronkelijke vergelijking. En dat doen we door deze te gaan invullen en controleren of x min 1 en x min 3 bij deze gevonden waarden van x groter zijn dan 0. Nou, x min 1 invullen, dan krijgen we min 1 min 1. En dat is niet groter dan 0. Wat dus betekent dat x is min 1. Dus geen oplossing is van die oorspronkelijke vergelijking. Ofwel x is min 1 voldoet niet. En we hadden dit ook nog kunnen invullen in die tweede. Maar die allereerste is natuurlijk al voldoende om uiteindelijk te zien dat dit geen oplossing is. En dat dus x min 1 niet voldoet. Dan. x is 5 invullen. Geeft 5 min 1. En dat is groter dan 0. En vullen we hem in x-3 en dan krijgen we 5-3. En ook dat is groter dan 0. Wat dus betekent dat x is 5 oplossing is van deze vergelijking. Of x is 5 voldoet. Dus heb je bij het oplossen van logaritmische vergelijkingen toegewerkt naar de vorm g log a is b. Dan geeft dit dat a is g tot de macht b. En heb je toegewerkt naar de vorm g log a is g log b. Dan geeft dit dat a gelijk is aan b. Nou, controleer altijd of de gevonden waarden voldoen. Aan de oorspronkelijke vergelijking om te zien of de gevonden waarden daadwerkelijk oplossingen zijn van die oorspronkelijke vergelijking. Dit was hem weer van nu. Tot in de volgende video.